Te gast vandaag in Winia's Week is Hans Wetmuller. Die heeft hier wel eens vaker in de studio gezeten. En dat was omdat hij de biografie van professor Den Hollander had geschreven. Maar we gaan het vandaag over een heel ander onderwerp hebben te weten. Over de effectiviteit van de Nederlandse misdaadbestrijding. Dat is een thema dat kort na de eeuwwisseling een tijd lang in de aandacht was. Dus Pim Fortuyn heeft daar nogal aandacht aan besteed. En vond ook dat de politie gebonden moest worden aan effectiviteit. Dus aan targets. Hè? Hoe heet het ook alweer? Oploscijfers en zo? Ophelderingscijfers, oplossingspercentages. Ja. En die cijfers die waren, dat leren we toen eigenlijk voor het eerst. Ja. Vrij laag. Behoorlijk laag. Hè? Rond de 20% van de bekende, dus bij de politie. Bij de geregistreerde, van alle geregistreerde criminaliteit was de pakkans rond 20% van de zaken die van de plank werden afgehaald. Oké, dus als ze er niks aan mee deden. Als ze er niks mee deden, was het nog lager. Oké, nou ja, ik vrees dat we nog meer van dat soort tragische cijfers tegen gaan komen. Maar een van de redenen waarom we het erover hebben is omdat wij ook voor Winia's Week contact hadden over dezezelfde materie. En ik verbaas me er al jaren over dat waar dat toen speelde, het sindsdien eigenlijk nooit meer speelt. Want dat zou je als bevolking van Nederland willen weten, van hoe effectief is onze misdaadbestrijding. Dus toen lag die laag. Hoe laag of hoog is die nu eigenlijk? De laatste cijfers die ik heb gezien, die waren van 2017, was het 28,3%. Dat is dus beter dan die 20% uit 2002, laat het zo maar. Ja. En in 2002 vond er een onderzoek plaats, een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en Noord-Rijn-Westfalen, onder de hoede van Peter Tart en Jan Fieselier. Ja. En die stelde vast, op grond van een vergelijking met een even grote staat, met evenveel inwoners, met evenveel politiecapaciteit, want dat is natuurlijk wel belangrijk. En die stelde vast dat de ophelderingscijfers in Noord-Rijn-Westfalen 3 maal zo hoog waren, dus rond de 60%. Ja. En dat is tamelijk schrikbarend. En dat was tamelijk schrikbarend. En dat heeft natuurlijk geleid tot een behoorlijk veel discussie. En dan werd er steeds gezegd, je kunt dat niet zomaar vergelijken. En het rechtsapparaat in Duitsland zit anders in elkaar dan in Nederland. In Nederland kun je gemakkelijker seponeren dan in Duitsland. Nou, wat trouwens op zich ook reden is, misschien om dat te herzien. Maar je kunt ook zeggen, het waren allemaal een soort van uitvluchten. Uitvluchten, maar geen oplossingen. Nee, geen oplossingen. En daaruit bleek ten eerste dat dat ophelderingspercentage 3 maal zo laag bleek, maar indirect stelde men ook vast dat het justitieapparaat in Duitsland veel effectiever was dan in Nederland. En ten derde stelde men vast dat de kwaliteit van de misdaadbestrijders, met name dus de recherches, veel hoger was dan in Nederland. In Nederland was het een soort mbo-beroep. Terwijl in Duitsland veel meer mensen met een hbo-niveau rechercheur waren. Ja. Nou, was dat allemaal best alarmerend. Een deel van de samenleving was er gevoelig voor. Ik denk dat Pim Fortuyn onder meer ook zei in zijn, dat politie en justitie gebonden zouden moeten worden aan oplossingscijfers. Ja, op een gegeven moment kwam die discussie ook aan de orde dat inderdaad, dat er vooraf door doelen werden vastgesteld. Jullie moeten precies. Zo... Targets, precies. Nou ja, daar wist de politie trouwens ook mee om te gaan. Want op een gegeven moment, dat voorbeeld heb ik ergens ook aangehaald, dat er woninginbraken, dat was zo'n target. Ja. En toen ging men de inbraken die niet in de woningen plaatsvonden, maar ook in achterafschuurtjes, die ging men bij het oplossingspercentage tellen, zodat de woninginbraken een hoger oplossingspercentage opleveren. Want zoals wij weten, niets is zo gevoelig voor misbruik als de statistiek. Ja. Oké, dat geldt dan hier zeker ook. Wat inmiddels ook gebleken is dacht ik, dat er een sterke terugloop juist is in de criminaliteit? Maar wel in gemelde. Gemelde criminaliteit. Ja, dus de aangifte. Ja, maar er zijn dus bij de politie en justitie zijn er nu, wat zei ik alweer, een derde minder bekende misdaden dan 10, 20 jaar geleden? Nee, dan in een vergelijking met 2017, dan moet ik eerlijk gezegd even spieten, is er
Ja, tussen 2010 en 2017 is vastgesteld dat de criminaliteit met 1/3 is gedaald. Maar dat heeft men dan gedaan door uit te gaan van het aantal geregistreerde, dus bij de aangifte, bij de politie gemelde, of door de politie, bij de politie bekende misdaden. Ja, dat klopt. Wat niet gemeld wordt bij de politie. Dat is altijd een dark number. Ja. Precies, maar wat bij de politie niet gemeld wordt... Dat weet men niet. Nee. En dan, in dat verband wil ik toch een sprongetje maken, want wij weten ook iets over de aangiftebereidheid. Als mensen dan niet bereid zijn, of niet de moeite meer nemen, of het veel te moeilijk vinden om in de rij te staan bij het politiebureau, of de politie zegt, kom over 3 weken maar terug, dan gaan ze minder aangifte doen. Of dat men weet van, het heeft toch geen zin. Precies. Ja. Maar dat leidt dus, hoe dan ook, dat ik mag vrezen dat die afgenomen aangiftebereidheid bijgedragen heeft tot die waarschijnlijk lagere effectiviteit. Ja, absoluut. Ja. Nou, het aantal gemelde misdaden. Ja, ja, ja. Als er nou minder misdaden worden gemeld, heeft dat dan ook een gunstig effect op de opgeloste misdaden? Kan het zijn dat we van die 20 naar die 28% zijn gestegen? Nou, er zit natuurlijk wel... Kijk, ten eerste is... Je hebt misdaden die worden vastgesteld omdat men aangifte heeft gedaan. Maar de recherche kan natuurlijk ook zelf zaken opnemen zonder dat de aangifte is gedaan. Ja. Hè? Dus je zou kunnen vermoeden dat de aangiftebereidheid van misdaden die op een zeer laag niveau plaatsvinden, eerder niet worden aangemeld. Ja. Dus de ernstige misdaden die worden opgepakt. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er van de 20 zaken die op de plank komen te liggen, dat zijn ernstige misdaden en daarvan wordt 1/5 opgepakt. De keuze welke 5 zaken je oppakt, dat heeft natuurlijk te maken met de ernst van de feiten die gepleegd zijn, het soort delicten, is er een kans op oplossing, dat speelt allemaal mee in de wijze. Dat heet ook wel, dat zit ook het element in van het laaghangend fruit, zoals dat heet. Ja, nou, maar ja, wat je makkelijk kunt oplossen, dat pak je eerder op. Ja, dat pak je eerder op, ja. Ja. Nu heb je in een serie voor Winnie als Week ben je vrij systematisch nagegaan hoe dat zit met de effectiviteit van de Nederlandse misdaadbestrijding. Zowel over de afgelopen decennia als ook in vergelijking met de buurlanden met name. Ja. En dat ziet er allemaal niet fijn uit. Dat ziet uitkomst. Er niet goed uit. Nee. En we lopen even de belangrijkste punten van jouw observaties even langs. Ten eerste, je stelt vast dat de lage pakkans in Nederland, want die is laag, in hoge mate te maken heeft, of in ieder geval zeer voor een deel te maken heeft met de matig functionerende recherche. Ja. En daar geef je een aantal verklaringen voor. Er is weliswaar onderbezetting, maar er is ook te weinig opleiding, te weinig IT-vaardigheden, bureaucratie, matige aansturing. Ja. Dat zijn allemaal... Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dat voortdurend gebeurt? En we horen daar weinig over? Ja, dat heeft met de politiecultuur te maken. In het algemeen kun je zeggen dat de politiecultuur naar binnen gericht is. Dus problemen, mankementen uit het feit dat er een laag ophelderingspercentage is, dat komt niet zo gauw naar buiten. Nee, want dat is niet fijn om... En er is een onderzoek gepleegd in 2015, nog niet zo lang geleden, door Michiel Prinsen. En die heeft 10 jaar lang bij de recherche en politie is die werkzaam geweest hier in Amsterdam. En dat boek heeft de titel De Gekooide Recherche. En in dat boek was eigenlijk, zag je gewoon, en hij gaf dat ook heel duidelijk aan met heel veel voorbeelden, dat de recherche zeer matig presteert. Ja. En de leidinggevende van de recherches die geven altijd als antwoord, ja, dat komt omdat we te weinig capaciteit hebben. Hè? Maar zegt iedere bureaucratie. Iedereen zegt dat. Maar hij zegt, nee, daar zitten wel degelijk ook andere oorzaken in. En dan noemt hij het lage kwalificatieniveau, de cultuur van zo doen we het altijd, dus pas jij je maar aan. Ja.
lage efficiëntie. Men heeft gebrek aan professionaliteit. 9-tot-5 mentaliteit of 9-tot-4 mentaliteit. Of ja, ja. Voor de file ging men naar huis. Dus die regisseurs die. Ja, die vond het wel goed. Had ook weer te maken met een mentaliteit van een lifetime employment. Men had zicht op een 40 jaar bij dezelfde 40 baas. Jaar werken bij dezelfde baas. Dus men werd ook niet afgerekend. En dat had ook weer te maken met de leidinggevende die toch ook kennelijk niet in staat was om die kwaliteit op te hogen. Ze zijn misschien wel meer bezig om het naar. Om de problemen binnen te houden. Dan de problemen op te lossen. Ja, want de reactie op zijn boek was de kraag omhoog. En let wel, dat was in 2015. Ja. Wat hebben we nou sindsdien aan oplossingen gehoord in dat verband? Nog niet zoveel. Ja, alleen het feit dat het is vastgesteld door iemand die daar 10 jaar heeft gewerkt. Ja. Dat was wel iets wat de aandacht vroeg. Want Michiel Prinsen heeft toch wel vrij veel aandacht gekregen voor zijn boek. Dat is waar, maar als je kijkt naar de effectiviteit. De effecten bedoel ik. Ja. Van dat toch vrij schrikbarende rapport. Ja. Op het Nederlandse beleid. Die zijn te verwaarloosd. Ik kan me niet herinneren dat er grote kamerdebatten of verkiezingsprogramma's aan zijn geweest. Nee, dat klopt. Je zou dat wel verwachten, ja. Dat is toch het eerste wat ongeveer de eerste taak van de overheid. Ja, maar de enige die het heeft opgepakt, dat was een kamerlid van de PVV. Ja. En dat was die mevrouw Lilian Helder. Die begon met dat boek. Ik heb dit en dit gelezen. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou ja. En dan zegt de rest van de Kamer, het is de PVV. En dan zegt de rest van de Kamer, het is PVV, dus niet belangrijk. Maar... En nogmaals, de veiligheid van de burgers, de veiligheid in een land. Ja. Dat is ongeveer de belangrijkste reden waarom de staat überhaupt bestaansrecht heeft, toch? Nou ja, dat is ook zo. En wat ik een mooie vergelijking vond van Michiel Prinsen, die zei, je kunt de aanpak vergelijken met een wedstrijd tussen de amateurclub IJsselmeervogels en de profclub Real Madrid, waarbij de profclub Real Madrid, waar de boeven, de georganiseerde misdaad. En de IJsselmeervogels, dat was de recherche. Nou, zo'n vergelijking zegt natuurlijk ook veel. Het is, maar goed, dat is pas punt 1 op jouw observatielijst. Dus het niet functioneren of matig functioneren, dat vind ik nog vrij diplomatiek geformuleerd. Ja. Matig functionerende recherche. En dan heb ik het nog niet over de matige kwaliteit van het processen verbaal die gemaakt zijn. Want er is aangifte, maar dan moet er ook een proces verbaal worden gemaakt. De kwaliteit van het processen verbaal in Duitsland was vele malen hoger dan in Nederland. Ja. En dat heeft natuurlijk consequenties voor het vervolgingsbeleid. Ja. En ook voor de rechters die... Het officier en vervolgens de rechter of de rechter überhaupt. Ja. Waarbij de kans bestaat dat de rechter zegt met deze tekst... Dat kan niet uit de voeten. Ja. Nee, en dat leidt dan tot vrijspraak bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ten tweede, er blijven veel zaken in Nederland op de plank liggen. Ja. Jij kent die cijfers uit je hoofd? Of, ongeveer. Wat ik heb gelezen is dat van de 20 zaken 20% wordt opgepakt. Ja. En van de grootschalige zaken met de criminele groepen wordt slechts 1 op de 9 opgepakt. Dus dat geeft gewoon aan dat... De reden dat men dat zo weinig aanpakt is te weinig recherchecapaciteit. Dat is de reden die men steeds geeft. We hebben 2000 nieuwe rechercheurs nodig, was het argument van de voorzitter van de politiebond. Ja, ja. Maar als die nieuwe rechercheurs aan dezelfde matigheid lijden... Dan als het al het geval is, dan schiet er niks op. Nee, want dat was ook een punt van Michiel Prins in zijn boek De Gekooide Recherche. Jullie moeten meer werven van mensen die van buitenaf komen. In plaats van politiemensen die eerst in blauwe uniformdienst hebben gelopen en daarna overstappen naar de recherche. Want dat zijn niet altijd de juiste mensen die geschikt zijn om ingewikkelde zaken op te pakken. In een bedrijf dat zo'n selectieprocedure volgt, dat gaat failliet. Faillissement tegemoet. Nou, dat is hier in zekere mate dat ook het geval. Ja.
Hoewel, er zijn 60.000 mensen, 60.000 politiemensen ja, maar, in dienst. Hè? Ja. Maar dan tegen die achtergrond is het des te merkwaardiger. Een zeer grote werkgever. Dat men vraagt om alleen maar, om, laten we zeggen, ja, capaciteitsuitbreiding in ja, absolute getallen. En het is opvallend dat de zij-instromers, dat zijn met name de financieel rechercheurs. Ja. En dat, ja, die had men met name nodig om de aanpak van de grootschalige criminaliteit en het witwassen. En die voegen wel een kwaliteit toe. En die voegen wel een kwaliteit toe. Want die komen niet uit de straat. Maar het probleem daarvan is dat deze mensen op een gegeven moment, net zoals Michiel Prinsen, zeggen: ja, voor dat flutsalaris doet het niet. En er zit voor mij ook geen mogelijkheid om promotie te maken. Dus, maar zou het kunnen zijn dat, zoals het misschien wel meer bij de overheid voorkomt, dat de overheid en ook deze diensten van de overheid goed zijn voor matig getalenteerden en beroerd zijn voor mensen die wel inzet en talent hebben? Ja, dat zou je kunnen vaststellen. Er zijn natuurlijk ook wel successen geboekt. Hè. Laten we eerlijk zijn, hè, dat op een gegeven moment. Dat zijn helaas vaak uitzonderingen aan de regel. Ja. Maar dat is ook zo. Ja. Volgende punt. Er is in Nederland, maar dat vloeit voor een deel een beetje voort uit wat we spraken, er is een lage kans op vervolging. Ja. En dat komt omdat er wordt veel geseponeerd. Dus het is de eigen bevoegdheid van de officier van justitie om iets niet tot een zaak voor de rechtbank te maken. Ja, en de politie kan trouwens ook al seponeren. Precies. Dan dus, de officier van justitie kan seponeren. Er zijn allemaal, laten we zeggen, zijpaden die leiden naar iets anders dan van de rechter komen. Ja. Wat ik me herinner van datzelfde onderzoek van 2002, dat de Nederlandse CEPO-praktijk, met name bij het Openbaar Ministerie, ook vrij uniek is. Hè? Ja, in Duitsland is het zo dat je bij elke seponering moet daar een beslissing van de rechter ten grondslag liggen. Zo is het. Ja, en hier in Nederland doet het OM dat gewoon in eigen huis. Ja, dat klopt, ja. Valt er iets te zeggen van die cijfers, van de percentages, hoeveel er geseponeerd wordt? Of? Nee, daar valt weinig over te zeggen. Het is überhaupt niet echt transparant. Dat is niet transparant. Nee, dus als we nou de Nederlandse cultuur kennen, dus premier Rutte zegt ook altijd, we zijn het beste in alle lijstjes. En dan gaat het over de concurrentiekracht of zo. Maar over hier hoor je ze nooit over. Nee. Maar goed, uit mijn eigen onderzoek onder die Marokkaanse jongeren, daar werd continu geseponeerd. Want een eerste contact met politie, nou, dat levert een waarschuwing op. Ja. Een tweede contact is een tweede waarschuwing. Een derde contact is een berisping. En zo gaat maar door. Ja. Dus er werd heel veel geseponeerd. Maar tegen die achtergrond is het helemaal niet verbazingwekkend dat de gevangeniscapaciteit in Nederland gereduceerd is. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Want als er zoveel, als er zo'n lage pakkans is, als er zoveel op de bank blijft liggen, als er zoveel geseponeerd wordt, dan is het helemaal niet vreemd. Ja, maar de Nederlandse rechter zet hem niet uit op gevangenisstraf. Men wil liever eigenlijk iets afdoen met een boete. Ja. Of een schikking. Dan gaan we er meteen maar op over, denk ik. Ja. Want de praktijk van de rechters. Dan zijn we al zover dat dingen niet geseponeerd zijn. Ja. Dat ze wel gepakt zijn, enzovoort. Uiteindelijk belandt die enkeling dan bij de rechter. Ja. En wat doet die rechter? Dat is een rapport uit 2016 wat je aanhaalt. Als ik het kort samenvat, dan zou ik het rechterlijke sabotage willen noemen. Vind je dat te ver gaan? Ja, dat vind ik wel te ver gaan. Maar laat ik het zo stellen. Het heeft mij ook verbaasd. Want toen ik dit las, dacht ik, dit had ik zelf niet verwacht. Dat rechters, want wat doen ze? Men vindt het gedoogbeleid niet consequent, inconsequent. En men gaat over tot een andere afdoening dan een straf door bijvoorbeeld te schikken. Of alleen maar het geld wat verdiend is met misdaad moeten de criminelen afstaan. En als dat gebeurt, dan kunnen ze weer vrij rondlopen. En dat heeft mij wel verbaasd. En het gevolg daarvan is dat die opsporingsambtenaren, wetende dat rechters dit soort zaken op deze manier afdoen, die zijn al tevreden met het ontmantelen van een hennepplantage. Ja, of beginnen er niet eens aan, want als je rechter toch maar een straf van niks oplegt. Ja. Maar kijk, iedere televisiekijker, oplettende televisiekijker, heeft door de jaren heen, de laatste 20 jaar of daaromtrent,
uitlatingen kunnen zien van rechters, ook mensen dat in de Hoge Raad, of president van de Hoge Raad, dat uit de rechterlijke macht vooraanstaande figuren treden voortdurend naar buiten met particuliere opvattingen, zou je kunnen zeggen, over de wenselijkheid van drugsbeleid van deze aard. Het gaat iets verder, denk ik, dan wat je zegt, het inconsistente gedoogbeleid. Er bestaat eigenlijk een neiging om te zeggen, dat de war on drugs is eigenlijk kost ons alleen maar veel tijd en het is achterhaald. Men zegt ook, 60-70% van alle delicten zijn drugs gerelateerd. Ja. Dat geeft een enorme overcapaciteit aan de rechterlijke macht. En bovendien, softdrugs, dat wordt gedoogd. Dus laten we dat maar niet zo streng aanpakken. Ja, maar, wat je daarover hoort, die uitlatingen, die lijken toch een soort wolk van particuliere opvattingen te zijn die in de rechterlijke macht in feite een oppositie tegen tegen de internationale verdragen over de drugsbestrijding te regenderen, toch? Ja, goed, dat is ook zo. En het is dan ook opvallend dat de minister-president wel zegt dat alle georganiseerde criminaliteit en alle drugscriminaliteit tot aan degene die handelt in soft en harddrugs moet worden opgepakt. Maar in de praktijk is een lege huls. Ja. Volledig lege huls. En daarmee dus een collectieve leugen, kun je het haast van noemen. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar ik wil dan toch nog even doorzeuren over dat gedrag van de rechters. Want de rechters hebben natuurlijk een zekere handelingsvrijheid. Maar als ze min of meer systematisch in hun vonnissen afwijken van de intentie van onze eigen wetgeving en zeker van de internationale verdragen die we hebben op dit punt, dan is dat toch subordinatie? Ja, maar zo zien ze zo zien ze dat zelf niet. Nee. Want ze zeggen, we leggen wel degelijk, we gaan het geld ontnemen en men treft schikkingen, dus dat kan leiden tot boetes. Dus wij vinden dat er wel degelijk een reactie volgt op dit soort overtredingen. Ja. Dat zullen ze zo'n verhaal zeggen. Ja. Maar wat feitelijk het geval is, is dat er hier lager gestraft wordt. Absoluut. En daarvoor zijn, gok ik, twee redenen voor. Namelijk dat de wettelijke strafmaat en de richtlijnen van het OM en de rechterlijke macht een rol spelen. Maar ook het klimaat waar we net over hadden, namelijk de neiging bij rechters. Ja. En dat is een belangrijk, niet alleen individuele rechters, maar ook rechtbanken en de gerechtshoven, is dit een soort impliciet beleid? Ja. Ik vermoed dat we kunnen vaststellen dat daar al dan niet impliciet een cultuur is ontstaan die daar als eigen standaard is gaan functioneren. Maar goed, dat is ook de reden dat, want dat was mijn op een gegeven moment vroeg ik mij af, hoe is het mogelijk dat van de 400, in 2005 was dat geloof ik, dat van de 428 mensen die zijn opgepakt, worden er slechts 8 bestraft. Toen dacht ik, hoe is dat mogelijk? Nou, dit is een deel van de verklaring. Maar als nou die straffen laag, we hebben al even een paar dingen zijn we langsgelopen. De optelsom is buitengewoon aantrekkelijk voor boeven. Ja. En niet alleen voor onze Nederlandse boeven. Maar ook voor buitenlandse boeven. Ook voor buitenlandse boeven. Want als de pakkans laag is. Ja. Mild strafklimaat. Mild strafklimaat. Vervolging. Geen kans op vervolging. De gevangenissen zijn ook een stuk comfortabeler. Gevangenissen zijn comfortabeler. Ja. Dan is toch een neveneffect van al deze wegkijkerij en zo. Dat je daarmee misdaad aantrekt. Ja, dat klopt ook. In Nederland zijn bijvoorbeeld Zuid-Amerikanen actief, Albanese zijn actief. Ja. Er is een complete crystal meth en zo industrie aan het ontstaan die door Zuid-Amerikanen hier wordt gerund. Ja, en dat kun je beter in Nederland doen dan in andere landen, want als je daar wordt gepakt, dan hang je, laat ik het zo maar stellen. Precies, en omdat je daar hangt en hier niet, hebben wij die ondergrondse containers en die boerderijen die vol zitten met Mexicanen en wat er meer zijn, toch? Ja. Dus we hebben niet alleen een ineffectief
ineffectieve misdaadbestrijding. Ja. Maar door die ineffectiviteit trekken we ook nog extra misdaad aan. Ja. Dat hier in Nederland plaatsvindt, ja. Ja. Maar Nederland is ook, in de artikel wordt in Nederland de grootste, belangrijkste drugsrotonde ter wereld genoemd. Mm-hmm. Nederland is niet alleen een producent van softdrugs, mm-hmm. Nederwiet, met een zeer hoog THC-gehalte. Ja. Nederland is ook de hoogste producent van pillen, de ecstasy-pillen. Die, en Nederland is een doorvoerland van cocaïne. Ja. Dus en dan is Nederland natuurlijk belangrijk omdat het een belangrijke havens heeft. Dat wordt er vaak bijgezet als een soort excuus. Hè? Ja, ja. Van ja, dat komt omdat dit groot, dat is een neveneffect van onze havens. Ja, ja. Maar dit is een neveneffect van onze beleid. Laxistische beleid, kun je zeggen. Ja, ja. Dan hebben we een van de dingen die je noemt is dat het onderzoek van Dato Steenhuizen, voormalige procureur-generaal is dat, blijkt dat Nederlandse rechters slechts 10, hooguit 16% van de maximale strafmaat van het delict benut. Ja. Dat is een bevestiging beetje van wat we al eerder bespraken. Ja. Maar dat is een optelsom, dat beetje statistiek wat we bij elkaar toch nog bij elkaar hebben kunnen zeggen. Statistiek waar niet veel rugbaarheid aan wordt gegeven als die al wordt gepleegd. Dit is toch werkelijk. Dat is het, ja. Voor een strafmaat voor georganiseerde handel in harddrugs is de maximale strafmaat 6 jaar. Ja. En als daar maar 10% van wordt benut van die maximale strafmaat, blijft er maar heel weinig over. Maar goed, dus de optelsom van dit verhaal luidt dat dat de pakkans laag is, dat de CPO-kans groot is. Dat de dingen gewoon op de plank blijven liggen. Ja. Dat als je eindelijk toch een keer veroordeeld wordt, dat je een lage straf krijgt. Ja. Dat je een relatief prettige gevangenis belandt. Ja. Kortom, dit is een paradijs voor boeven, als ik het zo. Behalve. Ja. Ja, ja. En waarom is dit niet het politiek thema in Nederland nummer 1? Dat zou toch helemaal niet vreemd zijn? Ja, maar dat moet je niet aan mij vragen. Nee, maar misschien heb je bij je onderzoekingen een idee. Ik ben op een gegeven moment in mijn laatste bijdrage ben ik gaan kijken. Wat is de reactie van de Tweede Kamer? Sinds 2017 moet ik daar wel bij zeggen, heeft men het wat straffer aangepakt. Hè? Men is meer regelgeving gaan laten plaatsvinden. De straffen zijn opgehoogd. De keten heeft wat meer instrumenten gekregen. Om een heel klein voorbeeld te geven, maar ik vind het wel heel illustratief, en daar heb ik me ook over verbaasd, dat het uithalen van drugs uit de Rotterdamse haven was tot voor kort, 1 januari 2022, was een boete van 95 euro. Ja. En dat is nu eindelijk opgehoogd van 1, maximaal 2 jaar. En als je weet dat in België de maximale straf 5 jaar is, op hetzelfde delict, dan denk ik, Nederland loopt nog steeds achter. Ook al zijn ze de straffen wat aan het ophogen. Ja, maar de achterstand in dit opzicht. Nou ja, ik hoef het niet eens achterstand te noemen. Je weet gewoon, ook al zouden wij als Nederland vinden dat drugs allemaal geen kwaad kan of weet ik veel wat. Maar als je de naïviteit hebt dat je dan hier een soort walhalla of paradijs organiseert voor boeven. Ja, dat jij die boeven dan aantrekt en dat leidt tot een ondermijning van de hele samenleving en de economie. En wat je dan kunt concluderen, hoe is het mogelijk dat al die Tweede Kamerleden, en er zijn ook nog een Eerste Kamerleden, dat niet oppakken? Ja. En er is nu een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, mevrouw Dylan Jessenkust. Ja. En die wordt dan ondervraagd en dan wordt schriftelijk vastgelegd. In de Kamer wordt ze ondervraagd, maar er vindt ook nog een schriftelijke ronde plaats van alle vragen. En dan blijkt gewoon dat men steeds heeft over preventie. Er moeten namelijk minder jonge misdadigers doorgroeien.
groeien naar de zware criminaliteit. Daar heeft men het continu over. En dan, maar dat is een soort welzijnswerkersbenadering voor... Dat is een softe benadering voor harde misdaad. Ja, toch? Maar deze commentaren, dat vind je niet alleen bij de VVD, ook wel bij de VVD, maar ook bij D66, SP, GroenLinks, noem maar op. Dus dat heeft mij ook zeer verbaasd. Je bedoelt dat al die partijen die je net noemt, die zijn voortdurend bezig met preventie. Ja. Maar laten we wel zijn, als wij een van de grootste drugsmafia's van de wereld in Nederland hebben... Ja. Dan hoef je toch niet af te vragen waarom die aan personeel komen. Dat komt niet omdat mensen in sommige wijken van Amsterdam verder niks te doen hebben. En bovendien, het is lang niet zo dat al die drugscriminelen, dat die heel klein zijn begonnen. Er zijn heel veel drugscriminelen die op een gegeven moment een overstap maken, omdat ze van een normale baan naar een baan in de criminaliteit, omdat het veel winstgevender is. En bovendien... In andere landen loop je nog serieuze risico's om levenslang in de bak te belanden. Ja. Maar die kans is hier buitengewoon klein. Zeer, zeer klein, ja. Ja. Ik denk eerlijk gezegd, maar dat is maar een beetje een gok, dat we eigenlijk zouden moeten beginnen om te verlangen dat die cijfers die jij nu ook weer bij elkaar hebt gehaald, maar die voor een deel natuurlijk al wat ouder zijn, dat die cijfers gewoon permanent moeten worden. Dat die targets wat Pim Fortuyn het over had misschien niet zaligmakend zijn. Maar wel bij zouden dragen tot... Als je weet dat bijvoorbeeld dat onderzoek wat ik zojuist heb genoemd met de vergelijking van Nederland en Noord-Rijn-Westfalen, dat was geen initiatief van de overheid. Ook dat was geen WODC-onderzoek. Nee. Dat was het initiatief van een rechtsgeleerde. Ja. Aan de Universiteit van Nijmegen. Ja. En die de mogelijkheid zag om een vergelijking te maken. Dus... Maar het eerste wat je eigenlijk... Dus in dat, als deze redenering zou kloppen... is het eerste wat de Tweede Kamers van het kabinet zou moeten eisen... Ja. is dat ze ieder jaar of desnoods om de twee jaar... een rapport uitbrengen over de effectiviteit van de Nederlandse misdaadbestrijding. Dat zou je verwachten. Ja. Of dat zou je hopen. Nou, dan gaan we over een jaar testen of dat gebeurt. Ik denk van niet. Nee. Nee, wat ik tot nu toe, dat heeft me zeer teleurgesteld. Wat men nu te berde brengt, denk ik, dat is niet effectief. Daarmee gaat die effectiviteit van de misdaadbestrijding niet omhoog. Maar nogmaals, als de opdracht van de staat in de eerste plaats is om de veiligheid van zijn burgers... En de integriteit van de samenleving, zeg maar, te bewaken, dan is dit een fail, zoals dat in platte termen heet. Maar de huidige minister van Justitie en Veiligheid, die heeft zich laten ook beïnvloeden door het Pact van de Rechtsstaat. En dat is een enorm rapport eigenlijk. En daarin zegt ze, er zijn drie pijlers, preventie, repressie, En derde, we pakken het crimineel vermogen aan. Ja. Nou ja, daarvan zal iedereen zeggen, prima. Ja. Maar als je alleen de aandacht geeft aan preventie en repressie erbij laat hangen... en die effectiviteit van het vermogen is heel moeilijk... en dat is ook niet heel effectief... nou ja, dan zijn de resultaten niet dermate hoog. Maar dan zegt men er ook bij, ja, maar je moet op lange termijn... Tijden. Dit is niet iets van 1 of 2 jaar. Nee, dat duurt wel 10 jaar. Nou, ik zou daarbij willen zeggen... dit is in tientallen jaren ontstaan. En ik heb... En dat krijg je niet zomaar teruggedraaid ook. Nee, en zeker niet als je niet harde cijfers hebt. Ja. Dat heet, wat doorgaans zegt men dan... we blijven het volgen. Maar dat vind ik eigenlijk te zwak uitgedrukt. Ja. Mag je hartelijk danken. Graag gedaan.